ga eraf. Waarom? Ik maakte mijn bocht. Ja, wat is dit? Wat was dat? Dat ging niet eens expres. Dus dat is echt vaak. Ja, hoor. Ja. Ja, nee. Ja. Nee, echt. Wat zeggen ze allemaal? Ik had dat met die... Oh. Oh, 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 nee, maar ik... Er gebeurde hier wat, hé. Ik weet niet wat het was. Welkom allemaal bij deze nieuwe video en vandaag spelen we weer 3 nieuwe GTA races. We zijn nog gelijk aangekomen in de eerste race en Thomas heeft weer wat samengesteld en ik heb geen idee wat we moeten doen. Nee, Daan zit in de tank. Daan zit in de tank. En elke keer als je een checkpoint raakt, krijg je een transform checkpoint, krijg je een random ander vehicle. Oké, maar wat is de, moet Daan ons niet kapot schieten dan? Ik weet niet of hij überhaupt kan schieten. Nee, ik kan niet schieten. Wat moeten we doen dan? Nee, het is gewoon een race. Het is gewoon een race, alleen je hebt gewoon geen idee waar. Oh! Ah, zo snap ik hem. Dus bij elke transform checkpoint krijg je een andere auto, maar je hebt geen idee wat voor auto het wordt. En Daan heeft nu al een enorme achterstand. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Ik ben gewoon genaaid. Jij bent echt puur genaaid. Oké, ik ben... Oh, nu heb ik nu mijn auto gekregen. Ja. Nou, op zich is dit wel een leuke game mode. Maar ik denk dat Daan nu juist wat snellers krijgt, om eerlijk te zijn. Checkpoint. Dit is echt ja, maar jij begon in een T. Ik was bij de eerste transform checkpoint en ik heb weer zo'n traag ding gekregen. Oh, ik denk dat het compenseert dan nog wel. Hoe zet ik die radio ook alweer uit? Oh jee. Met Q op toetsenbord, dan kan je naar beneden. Ik heb een truck. Ik heb een tank. Q op mijn toetsenbord doet dus helemaal niks. Q ingedrukt houden. Wat zijn je toch wel mooie. Oh. Oh, oké, okay. Helaas. Dat is ding heeft geen remmen. Oh ja, hij heeft wel remmen, maar ze zijn zo effectief. Even kijken hoor. Deze Kimmel vind ik op zich wel leuk eigenlijk. Ik zit met een tank achter, ja, maar die is niet zo snel. Nee, dat geloof ik. We zijn al bij het begin weer, volgens mij. Ik ben een poging aan het doen om weer bij jullie te komen, zeg maar. Ah, goed dat je een poging doet, alleen of het wat gaat worden, weet ik niet. Nee, ik denk dat die tank die aan het begin, die heeft me gewoon genekt. Ik zit in ronde 2 van de 2. En ik heb een of ander vaag pick-up truckje. En volgens mij, het zijn wel allemaal auto's die een beetje met de military basis te maken hebben. En niet allemaal al te goed zijn. Nee. Oh, die ding heeft absoluut geen remmen, oké. Okay. Heb jij die vrachtauto? Nee, ik heb zo'n wit pick-up truckje. Oh. Ik had dat met die... Oh. Oh, 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 nee, maar ik... Er gebeurde hier wat, hé. Ik weet niet wat het was. Ja. Wat was dat dan? Spawn protection, denk ik. Ah, nee. Maar ik kan nog niet achterom kijken. Dus nee, ik weet niet... de controls zijn een beetje vreemd, want ik kan nu ook niet mijn muziek uitzetten. Vreemd. Ja, ik weet dus niet. Nou ja, dat is een beetje raar. Dat is een beetje raar. Een beetje vreemd. Wat krijg jij nu, Thomas? En die mooie vrachtwagen. Ja, doe jij? De bocht halen met die vrachtwagen. Oh. Die ging. Oh, Daan, ik heb dat kleine witte pick-up truckje. Die is echt. Oh, daar spinde ik. Dat was niet de bedoeling. Ik had je bijna ingehaald. Mij? Oh ja, ik zie het. Ja, en mijn OBS gaat hem niet worden vanavond. Oké. Okay. Helaas. Dat moeten we dan de volgende keer even fixen. Thomas, je moet niet zo snel rijden. Om de zijkant. Ben ik weer te snel? Ja, voor mij doen wel, want... Ja, ik ga nu eerste worden. Ja. die jij krijgt eigenlijk, Thomas, die tank precies op het goede moment. Ja. Eigenlijk gewoon midden in de race, ja. Daar kreeg hij in het begin. Daardoor was hij eigenlijk al kansloos en reden heet het laatste. En ik kreeg op het eind een reden het eerste, maar daardoor, ja, nou ja, ik ging uiteindelijk niet zo goed. Helaas. Hey. Ik ben geëindigd op de tweede plek, Thomas op het eerste. En Daan, heb jij een DNF? Nee, ik ben nog net gefinished. Oh, je bent nog net gefinished. Nou, dat is netjes. En wij gaan ook door naar race nummer 2. Goed, we zijn aangekomen bij de tweede race. En ik zie dat dit, Thomas, een parcoursje is die wij ooit een keertje in een eerdere race gedaan hebben met een go-kart. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja, die was ook wel Ja, die was leuk.
En we moesten een auto kiezen. En... Zo, dat gaat snel. Ah, jeez, doe er vandoor, man. Maar we moesten een auto kiezen en dit was de enige keus. Dus dit... Oh, dit ding is wendbaar. Wow, dit ding stuurt raar. Oh. Wacht even. Ho. Dit is... Holy knetter. Dit is nog gekker dan die klinkt. Ik merkte niks van, jongens. Ik vind het wel lekker rijden, zo. Oh, hoi, 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 hoi. Oh, nee, Thomas. Nee, oh, Daan. Oh, zo. Ik heb Daan. Holy knetter. Ah, Daan, ik kan je slipstream ook niet pakken. Ho, we moeten naartoe. Ho, 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 ho. Dit gaat snel. Wat is dit dan? Dit tikt direct veel te snel op. Ja, joh. Het gaat helemaal fout, dit. Ik tikte één stoeprandje aan en ik vloog al over de kop. Dat is mooi, hé. Ik heb een stukje op twee wielen gereden, maar... Oh, we komen hier zo al bij het begin aan. Oh, dat is een snel rondje. Oh, wacht, we moeten keren. Oh, het is heen en weer. Oh, jee. Ik ben op de terugweg, jongens. Ik ben op de terugweg. Even een stukje omrijden. Oh, dat zijn nog best lange rondjes, hé. Ja, 1.0 geloof ik. Ja, dat valt best mee. Ja, maar omdat we met zo'n klein autootje zijn, lijken ze langer. Ja, ze lijken wel aardig lang. Dit is trouwens wel raar, hoor, dat je zo ook dicht aan de grond zit. Dit is heel vreemd, dit. Wat krijg je als je in first person gaat? Is dat een ding? Kan dat? Oh, dat kan. Oh. Oh, wat is dit raar? Dan zit je heel laag aan de grond. Dan zit je nog lager. Nog lager dan laag. Had ik beter niet kunnen doen. Thomas! Ik zat letterlijk 1 centimeter achter jou, dus ik kon niet meer uitwijken. En ik tikte dat paaltje net aan. Ja, heerlijk. Hier, we omkeren. Oké, hoppakee. Remmen kan dit ding ook wel. Dit ding kan alles. Remmen, passen, die kan niet echt... Het is de optimale auto, dit. Het is een bijzondere race, dit wel, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Spin ook gewoon meteen weer. Het geluid ook wat die dingen maken. Oh ja, Thomas! Oh. Oh. Ik met een noodpaak. Maak je bocht niet te scherp, want je draait een rondje. Ik heb nu al meerdere pirouetjes gedraaid. Oh, dat heb ik ook al een paar keer gehad, hoor. Dat is niet, niet nieuw op zich, nee. Ja, ik tikte de muur aan, maar... Ik ken het. Ja, dan zijn we alweer aangekomen in het laatste rondje en gaan we met een minuutje alweer finishen. Ik vond het een vrij bijzondere race, Thomas. Ja, het was... Interessant. Ja. Thomas heeft zoiets interessants uitgekozen. Ja. Hoe staat er nou weer een trap dan? Ik denk dat hij er al stond voordat deze race gemaakt werd, Daan. Ja, maar het leek alsof ik er langs reed en ik word alsnog over de kop gegooid. Oeh, dat is niet zo handig. Ik mag nou geen fout maken. Oh, wacht, Thomas is er zelf gecrashed. Thomas heeft zelf al een fout gemaakt. Niks is dan niet meer nodig. Ik dacht al. Nou, ik rij richting de finish. Volgende checkpoint en ik zie hem. Kijk, en nu ga ik de finish zien, denk ik. Nee, nog niet. Hey. Ja, nu wel. Mooi. Dit is de laatste checkpoint en daar komt de finish. Ik ben gefinished. Thomas, die zie ik zelfs nog in mijn finishbeeld aankomen rijden. En die is er nou denk ik overheen. Ja, kijk, dat dacht ik al. En Daan redt het ook wel, want de finish is hier in dit gebouw. Thomas, ja, nee, maakt hier niet meer stop. Oh, ja hoor, dat kan tussendoor gewoon even, Thomas. En Daan, je bent eindigd als laatste, of niet? Ja. Ja, nou, ik heb toch nog wel weer 10.000 cash gekregen voor deze race. Dus, mwah, voor een race waar ik niet heel veel hoef te doen, vind ik dat lang niet gek. En wij gaan ook gelijk door naar de laatste race, en dat is race nummertje 3. Wij zijn aangekomen in race nummertje 3. En we hebben een of andere vage race. Met een beetje stunt en een beetje motor en een beetje dit, een beetje dat. Sorry, Thomas. Ja, dankjewel. Ja, het was niet eens bewust. Zo, en we gaan dan weer een hele mooie rode buis in. Wat lekker voor mijn beeld is. Dat is echt weer fantastisch. Ja, die gaat helemaal aan. Ja, dat is weer helemaal naar de kermis. En waarom ga je zo snel, Thomas? Omdat het kan. Ja, maar doe maar even niet. Kijk, nou ga ik wel jou even voorbij. En ik ben benieuwd, ga je eraf, Daan? Ik ga eraf. Waarom? Ik maakte mijn bocht. Wat is dit? Wat was dat? Dat ging niet eens expres. Dus dat is echt vaak. Ja. Nee. Nee, echt.
Wat zeggen ze dan normaal? Het tikte me weer zo dat ik weer met mijn hoofd weer een tik tegen die brug aan maakte, waardoor ik ook nog dood was. Ja, je vloog ook hoogste lucht in, hé. Dat was echt niet normaal. Het is wel een uitdagend race weer, hè. Hier mag ik even nog wel een stukje vliegen hier. Oh. Het heeft nog niet wel rights, die man. Nee, dat nog niet. Maar weet je, Thomas, ik moet ook niet heel veel vragen, hè. Nee, die kon ik nog niet vinden. Nee. Even voor de context, ik heb aan Thomas gevraagd of hij het race met walruits uit wil zoeken, zodat het ietsjes leuker wordt. Ja, ik moest even een paar stopbollen ontwijken, voor als je afvroeg wat het was. Maar, zodat het races ietsjes uitdagender worden met wat walruits en zo. Maar tot nu toe is dat nog niet echt gelukt, deze video. Maar het kan nog komen in de toekomst, hè? Wie weet. Dus, ja, we zeggen altijd wat niet is kan nog komen, dus je weet het maar nooit. Ik lig alweer een aardig stuk voor, heb ik het idee. Thomas maakt een fout. Alweer? Ja. Jij maakt al veel fouten, hè? Ja, dat is niet goed. Dat is niet echt best. Ik ga hier wel lekker, moet ik heel eerlijk zeggen, zo eigenlijk. 1, 2, 3. Zo. Hoi jee. Daar wat horen kan wel bij je. Zo. Ja, ik word gebeld, maar... Holy Ja, waarom word je gebeld? Hoe komt dat? Geen idee. Ben je zo belangrijk? Ja, ik moet even opnieuw, jongens. Oh. Doe dat. Thomas, we gaan binnen. Ja, dat. Goh, ja, goh. Nou, ik wou zeggen, Daan ligt 30 seconden op mijn achter. En dat is ook wel zo. Maar toen zag ik jou scoren. En die zegt dat jij 24 seconden op mijn achter ligt. Oei. Ja, dat is ook niet zo heel best, Thomas. Nee. Dat is niet goed. Oh jee, komen de stopborden weer. Gaat dit lukken? Oh jeetje! Dat ging dan net goed. Net anders. Ja, maar Daan rijdt wel door. Dat scheelt wel voor hem. Nee, ik rijd niet door. Ik rijd net pas weer. Oh, je rijdt net pas weer. Oh jee, er ligt 1 minuut 15 op mij achter. Thomas, als je doorrijdt, kunnen we hem DNF. Ik moet per se even bellen om te zeggen hoe laat hij thuis was. Oké. Ja, dat kan. Nee. Een beetje inlopen en hopen dat ik geen DNF krijg. Nee, ik zie de finish al en ik ga er nu overheen. Thomas, finish ook eventjes. Ik zie jou nog niet. Maar dan kan Daan eventjes een DNF halen, deze video nog. 1 DNF per video, jongens. Ja, 1 DNF per video. Precies, dan haal je je target van 1 DNF per video nog eventjes. Dat is ook wel fijn voor jou. Ja, maar dat betekent dat ik hierna geen... maar dat is dan... Nou, dat is wel... dat is alweer de laatste DNF. Maar je haalt zeker weten een DNF, want dit haal je niet meer. En nu al helemaal niet. Nee. Dan is de eindstand als volgt. Ik ben geëindigd op de eerste plek. Thomas op de tweede plek. En Daan is geëindigd met een DNF op de laatste plek. En je hebt niet eens de mooie schans kunnen halen. Nee. Dat is jammer. Dus, dan zit deze video er alweer op, want we hebben weer 3 races geraced. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En dan zien we jullie natuurlijk graag weer terug bij de volgende video. Tot dan!